Al sinds de 19e eeuw is de taakraadplaats het bruisende hart in de Antwerpse Zurenborgwijk. In 2007 is het plein heraangelegd en sindsdien is het uitgegroeid tot een rustig en kindvriendelijk volksplein. Op donderdag is het markt. Wel bedankt, hè. Na een bezoekje aan de markt leven de kinderen zich uit op de speeltuin, terwijl hun ouders een terrasje doen. Ik ben Mustafa Naidiru, alias Musti, straathoekwerker op deze plein, de dageraad. In de jaren 80 zo, was dat hier een zelfstandig, allemaal winkeltjes en zo. Groentewinkel, bijenhouderijs. En nu is dat veranderd in een horeca. Om een drukke voormiddag door te spoelen, komen veel mensen hier een soepje eten of gewoon een pintje drinken. Schol! Walk like an Egyptian. Heb je het graag zuiders, dan moet je bij het Egyptisch restaurant Amon zijn. Want daar kan je een overheerlijke pitaschotel bestellen. Bij restaurant Belmondo geniet je van een lekkere carpaccio uit de wereldkeuken. Na een lekkere maaltijd zak je best af naar Café het Zeezicht. Het café bestaat al meer dan 30 jaar en staat bekend als een echte bruine kroeg met een alternatieve sfeer. De barvrouw tapt niet alleen het klassieke bolleke, maar nog 50 andere soorten bieren. Het smaakt dubbel zo goed aan een warme open haard. Krijg je het een beetje te heet, dan kan je 's avonds gaan afkoelen onder een prachtig verlichte sterrenhemel. Je zou bijna denken dat die echt is.